Van harte welkom een nieuwe aflevering van het Koetshuis, wat in het teken staat van de waterschapsverkiezingen. We praten met twee mensen die daar volop betrokken zijn namens de VVD. De fractievoorzitter van het waterschap namens de VVD, dat is Andries van der Netten van Sticht en Annemieke Stallaert. En wat gaat jouw rol precies worden, of wat is die? Nou, ik ben op dit moment campagneleider. Dat betekent dat ik een beetje achter de schermen al het regelwerk af en toe met de zweep erover en jongens, we gaan ervoor. Maar ik ben zelf natuurlijk ook gewoon kandidaat op de lijst. Ik ben nummer 4 en kandidaat Heemraad. Andries, jij bent inmiddels een bekend gezicht als het gaat om dat waterschap. Voortvarend aan de slag gegaan. Hoe lang ben je 4 jaar geleden. Precies, hoe lang ben je daarbij betrokken? Dat was mijn vraag, 4 jaar geleden dus. Maar waarom? Vanuit een persoonlijke drijfveer. Als kind opgegroeid aan de Waaldijk. Heb zelf ondervonden hoe belangrijk het is om gewoon stevige dijken te hebben. Hoezo? Nou, laat ik zo zeggen, mijn geboortehuis stond daar aan de Waaldijk in Varik, onder die dikke toren. Later zijn wij als gezin naar Zeemond verhuisd, ook in een lekdorp. Dan ben je heel erg bewust van de waterveiligheid. En dat het ook soms niet goed kan gaan. Hè. Dat hebben we natuurlijk hier allemaal in 1995 ondervonden. Ik heb ooit een scriptie geschreven op de middelbare school over juist die veiligheidsopgave, maar met name nog over de maatschappelijke discussie die je hebt toen bij die veiligheidsopgave, die dijkversterking, begin jaren 90. Er was heel veel maatschappelijke weerstand, vond ik op zich een ontzettend interessant gegeven. Een noodzaak versus maatschappelijke weerstand, waar zit hem dan precies in? En dat heeft me altijd bezig gehouden. In mijn studie ben ik iets heel anders gaan doen, ook na mijn studie. Uiteindelijk heeft dat water en die veiligheid en hier wonen in de Betuwe, ja, dan kom je toch bij eigenlijk het waterschap uit. Goed, jij zet je in, je hebt een kleur, VVD. Ja. Wat tref je dan aan als je zegt, klop, hier is Andries en ik wil daarmee aan de slag met dat water? Wat gebeurt er dan? Wat ervaar je dan? Ontzettend warm bad, want dat is voor mij de VVD altijd. Ik moet zeggen, men was heel erg verheugd. Iemand die net vanuit de Randstad terugkwam naar de Betuwe, aangeeft dat hij zich actief wil inzetten voor een overheidslichaam. Goed gesprek gehad. En ja, 4 jaar geleden ben ik opeens op de tweede plek gepositioneerd. Met alle respect, hè, als ik over waterschap praat en ook met andere mensen. Grijze wollen sokken, oude club. En dat is helemaal niet zo. Maar ik denk dat jij bedoelt op de bestuurslaag. Mm-hmm. Daar kan ik je deels in meekomen. Want ik ben de jongst gekozen de afgelopen 4 jaar geweest. Daarmee ook wel een beetje een lichte brani over me misschien. Maar het waterschap zelf, dat is een hele jonge club. Met ontzettend veel gemotiveerde, enthousiaste mensen. Gedreven. Dat is helemaal niet grijs. Alles behalve zelfs. Grijze wollen sokken, zeg ik dan maar weer even. Als het gaat om dat bestuur. Maar daar zit dan wel kwaliteit, neem ik aan. Of niet? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, in die zin dat het een representatie is van onze samenleving. En dat is op zich natuurlijk heel erg goed. Maar is dat als het zo? Gaat is over de generaties heen, dan denk ik, met mijn beperkte leeftijd nog, afgezet tegen de gemiddelde leeftijd, ja, er mag wel iets meer diversiteit komen. En dan, de achtergrond mag ook wel wat diverser zijn. Je ziet bijvoorbeeld heel veel bestuurders die iets gedaan hebben in het verleden in een politiek of een provinciaal het, niveau. Het aandeel voormalig wethouders is wel vrij hoog, dat klopt, ja. Is dat erg op zich? Nou, het hoeft niet erg te zijn. Het zijn ook mensen die vaak wel bestuurlijke kennis met zich meenemen, ook weten hoe de hazen lopen. Dus daar kan je, denk ik, heel veel vruchten van plukken. Tegelijkertijd, als je er te veel van hebt, dan voegt het ook niks meer toe. Kijk, er zijn twee categorieën. Hè. Je hebt een tijdje terug stond er in het NRC een heel artikel, een oproep. Meer ingenieurs in het waterschapsbestuur. Dus mensen met kennis van zaken. Ja, maar ingenieurs hebben we genoeg in het waterschap zelf. De ambtenaren, werken ontzettend goede, intelligente en vooral heel erg gedreven ambtenaren. Dus niks mis mee. In een bestuur heb je goede bestuurders nodig. En een slimme ingenieur of een oud-wethouder is niet altijd per definitie de beste bestuurder voor een waterschap. 15 jaar geleden trof je ook op onze lijsten inderdaad alleen maar de oudere heren die wel eens gingen besturen aan. Maar vandaag de dag is dat toch echt wel een heel ander verhaal. Er zit echt, zeker bij ons, een nieuwe generatie mensen die vanuit interesse in het klimaatvraagstuk en alle impact die dat gaat hebben op het waterpeil, op het snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook om het nat houden van de landbouwgronden bij extreme droogte.
die daardoor gefascineerd zijn. En het gaat wel ergens over, hè? Ja. Heel kort gezegd, we hebben het hier over de kwaliteit van het leven. Ja. Zeker in een nutshell. Ik werd gisteren nog gebeld door een mevrouw en die sprak haar zorg uit. Kan ik hier nog wel in de toekomst blijven wonen? Ik vond het een hele terechte vraag. Niet dat ik me er zorgen over maak. Nou, die leest in de krant natuurlijk dat er zorgen zijn als het gaat over de dijkversterkingsopgave. Maar die had ook een hele andere vraag, een hele verrassende vraag. Heel veel mensen zeggen, nou, die dijken, dat komt wel goed. Totdat ze een keer ergens misschien mis. Dat komt ook helemaal goed, natuurlijk. Maar daar wordt ook veel op ingezet. Ja, maar deze mevrouw had echt een hele terechte vraag. Die zegt, jullie hebben daar zo'n control room, daar bij het waterschap. Mm-hmm. Jullie bedienen 2200 stuwen, gemalen, nog een 200 rioolzuiverings... niet installatie, maar... Dus, allemaal op afstand. Hoe zit het met jullie ICT-beveiliging? Nou, vind ik een hele terechte vraag. Ja, alles wat aan internet hangt kan gehackt worden. Absoluut. En er zijn natuurlijk ook op dat vlak grote ontwikkelingen. En dan vind ik het heel mooi dat zo'n bewoner mij gewoon weet te vinden, belt en zegt, ik maak me de zorgen maar over. Maar dat is nog steeds niet sexy voor de gemiddelde kwaliteit van leven is voor heel veel mensen. Nee, want het gaat goed zolang het fout gaat. Kijk, op het moment dat je hebt de kranten naar aanleiding van afgelopen zomer ook gelezen. Je ziet nu in hele grote delen van het land dat de bodem indroogt. Mm-hmm. We hebben een enorm lange periode zonder regen gehad. Dus die bodem die klinkt in, die droogt in en die huizen die gaan verzakken. In het veenweidegebied, in het westelijk deel van het rivierengebied, is dat nog eens een tikje erger. Mm-hmm. Op het moment dat jouw huisgeuren begint te vertonen, dan wordt dat waterschap ineens verrekt interessant. Zeker, dat zei ik net ook. Hè. Het wordt pas zeg maar alarmerend op een moment dat misgaat. Absoluut, waar heel weinig over gesproken wordt, is de kwaliteit van hetzelfde water. Het oppervlaktewater. Ja. Ja, dat klopt. Maar ook daar is wel een kentering waarneembaar. We hebben gewoon een normtaal, een Europese norm, die loopt in 2027 af. Dan heb je als lidstaat van de Europese Unie gewoon te voldoen aan je kwaliteitseisen. En daar voldoen we gewoon niet aan. En daar hebben we gewoon decennia de tijd voor. We hebben nu nog, een pakkenbeet korte 8 jaar. En de kans bestaat dat we het gewoon niet gaan halen. Dus ook daar zie je op dat vlak dat de awareness echt wel toeneemt. Ja, zeker. En dat de maatregelen die zijn genomen dus blijkbaar niet effectief genoeg zijn. En dat we dus nog een tandje bij moeten gaan zetten. Nee, maar zeker ook met dumpingen van drugsafval. Want dat komt allemaal in ons grondwater terecht. Ja, en wat uitgescheiden wordt via urine. Medicijnresten. Ja. Dat is schrikbarend. Ja, en dat wordt steeds erger. En mind you, op het moment dat je een hele droge zomer hebt, dan verdunt het ook nog eens niet. Dus de kans dat je dan je ecosysteem gaat vervuilen. Je ziet het nu al terug in de visstand bijvoorbeeld. Nou, dat zijn echt wel dingen waar we ons hele grote zorgen over maken. Wat kan het waterschap daar nou aan doen? Het faciliteert in die zin dat het controleert. Hè, het is verantwoordelijk voor die waterkwaliteit. Zij is natuurlijk gesprekspartner, heeft ontzettend veel kennis van zaken. Maar faciliteert ook in die zin dat zij bezig is met die vispassages. Dat zij bezig is met sloten. En alle handen maatregelen neemt om te kijken hoe ze die waterkwaliteit omhoog kan krijgen. We hebben een filmpje daarover. Kun je daar wat van vertellen? Ook voor ons geldt. Hè? Hoe maak je nou dat waterschap aansprekend? En we hebben heel erg gezocht naar zaken die wat dichter bij de gewone mensen thuis staan. En Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen. Bekend van zijn 200 kilometer Elfstedentocht. Oh ja, die moest uiteindelijk in zijn eentje zwemmen. Omdat het was niet toegestaan voor het grote publiek om hem aan te moedigen en met hem mee te zwemmen. Omdat het water zo vervuild was eigenlijk. Ja, nou is op zich dat vervuilde water niet de primaire reden dat Maarten die 200 kilometer niet heeft kunnen volbrengen. Ook 10 kilometer is al een stevige tocht. Maar hij heeft natuurlijk wel ontzettend zijn best gedaan om voor het Wereldkankerfonds geld bijeen te zwemmen. En dat is hem gelukt, hè? En dat is hem gelukt. Alleen de mensen die met hem mee gingen zwemmen voor het Wereldkankerfonds, die mochten niet. Opvallend dat zo'n man dit geluid laat horen. We hebben dat filmpje ook en daar gaan we nu even naar kijken. Mijn naam is Maarten van der Weijden. Ik zwem al mijn hele leven, het liefst in open water, lekker in de natuur. Er is niks mooiers dan dat. Als zwemmer weet ik als geen ander hoe belangrijk schoon oppervlakte water is. Je neemt het vaak voor lief, maar vorig jaar werden we met z'n allen met ons neus op de feiten gedrukt toen ik in mijn eentje moest beginnen aan die 200 kilometer voor het goede doel. De waterkwaliteit was te slecht voor anderen om mee te doen.
Watervervuiling is meer dan alleen poep in het water of blauwe algen in de zomer. Het gaat ook om microplastics of dumping van drugsafval, medicijnresten die we met z'n allen uitplassen. Of je nou van zwemmen houdt of graag vist of met je kinderen of met je hond aan de waterlijn wilt spelen, je wilt veilig kunnen recreëren. En de boeren willen hun land en onze groenten blijven besproeien met gezond water. Het waterschap waakt over onze gezondheid. Kies daarom op 20 maart voor een partij die veiligheid voorop stelt. En die staat voor innovatie. Een partij die schoon water haalbaar en betaalbaar wil houden. Nu en in de toekomst. Helder verhaal. Ja, ontzettend goed. Maar wat ik heel bijzonder vind, is de aandacht die het waterschap dus nu krijgt. Je ziet dat dit soort coryfeeën daaraan mee willen bijdragen. We hebben ook een filmpje van Mark Rutte bijvoorbeeld. Als je ziet de aandacht die de verkiezingen, de waterschapsverkiezingen nu krijgt en het contrast met 4 jaar geleden, ja, ik vind het fantastisch. Als je kijkt naar landelijke politiek, gemeentepolitiek, dan is er heel veel dynamiek. Hè. Mensen zijn mondiger, vinden van alles, meteen negatief of heel erg positief. Hoe zit het nou bij zo'n waterschap? Hoe kijken mensen daar überhaupt naar? Nou, de meeste mensen kijken er niet naar. Hè. Er is in die zin echt wel een beetje een awareness gap. Dat was in ieder geval de conclusie van de OESO. Mensen hebben weinig beleving bij het waterschap. Maar dat heeft met name te maken met hoe, omdat we het heel goed hebben geregeld hier. Precies, maar het gaat wel ergens over. 220 miljoen per jaar. Ongelooflijk over veel zaken. We kunnen een aantal onderwerpen benoemen. We gaan over natuurlijk de waterkwaliteit, het oppervlaktewater. We gaan over voldoende water in de sloot. We gaan over veiligheid van dijken. We gaan over rioolzuivering. Dus dat afvalwater wat we met z'n allen produceren, moeten we schoon terug de natuur in. We gaan het hebben over, of we hebben het over de muskusratten natuurlijk. De vaarwegbeheer. Allemaal taken van het waterschap. Dus dat is een heel takenpakket bij elkaar. Dan heb je het echt wel ergens over. Vorige aflevering hadden we mensen van de SGP hier aan tafel zitten. En ik merk dat nou bij jou, bij jullie ook een beetje. Het is wel een goed nieuwsshow. In de zin van, goede dingen in zo'n waterschap. En hele belangrijke dingen. Maar er gaat wel veel geld naartoe. Hoe zit het met controle bijvoorbeeld? Er gaat ongelooflijk veel geld naartoe. En dan is het juist belangrijk dat je een goed bestuur hebt. Even terug naar mijn vraag, hoe zit het met controle? Goed bestuur, dat heb ik gehoord. Ik heb ook van jou gehoord, we hebben kwaliteit van mensen nodig. Nou ja, is dat er en hoe gebeurt dat? De kwaliteit van controle, primair ligt hier gewoon natuurlijk bij wat wij dan noemen het algemeen bestuur. En dan heb je natuurlijk ook mensen nodig die uiteindelijk een jaarrekening kunnen lezen. En kunnen begrijpen wat die cijfertjes bevatten. En hoe hoger de cijfers, hoe hoger het aantal, hoe abstracter het wordt. Nou, dan zie je dat dat best natuurlijk wel moeite vergt bij een aantal mensen. Om dat gewoon mee te kunnen maken, om dat gewoon te kunnen plaatsen. We hadden laatst een vergadering waarin tientallen miljoenen omvattend programma werd gepresenteerd. En daar waren eigenlijk niet zoveel vragen over. En het volgende agendapunt was de beverstand daar was een protocol voor gekomen. En ineens had iedereen vragen, want zo'n bever dat is tastbaar, dat is eibaar. En daar kunnen mensen zich een voorstelling bij maken. Maar ja, Andries die werkte hele dagen met grote investeringsportefeuilles. Die is gewend aan dit soort bedragen. En dan wordt een half miljard schuld, wat voor mij ook een getal is waar ik helemaal niks mee kan. Maar jij dat zijn mijn getallen, zullen we zeggen, mijn dagelijks leven. Ja. Dus voor mij leeft dat wel, absoluut. En hoe wordt het nou gecontroleerd? Primair dus het algemeen bestuur. Maar de hele overheidsopbouw heeft daar een verantwoordelijkheid in. Dus ook de provincie en het Rijk hebben daar gewoon uiteindelijk wel een verantwoordelijkheid voor. Als je kijkt naar de gemeentepolitiek, dan heb je een raad, je hebt een college en een burgemeester. En die raad die beslist uiteindelijk wat er gebeurt in zo'n stad met geld. En je hebt het duale bestel, dus zo'n raad kan ook iets anders vinden dan iemand van een partij die in dat college zit. Hoe zit dat nou bij het waterschap? Nou, we hebben het algemeen bestuur. Dat bestaat bij ons uit 30 leden. En uit dat algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur geformeerd. En aan het hoofd van dat dagelijks bestuur staat de dijkgraaf. Maar de dijkgraaf is tegelijkertijd ook de voorzitter van het algemeen bestuur. Dat dagelijks bestuur, dat heeft eigenlijk het initiërende vermogen in zich. Zij neemt de voorstellen. Zij dient de voorstellen in bij het algemeen bestuur. En het algemeen bestuur vergadert erover en uiteindelijk toetst dat. En stemt daarmee in of stemt daar niet mee in. Wat je ziet is dat het algemeen bestuur vrij gefragmenteerd is. Dat komt enerzijds omdat er sprake is van geborgde zetels die bij wet gewoon bepaald zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld we hebben bedrijven, we hebben de agrariërs, we hebben natuurterreinbeheerders. Die hebben allemaal hun eigen zetels. En dan hou je nog 21 zetels over.
22 uit mijn hoofd gezegd bij ons. En die, is verdeeld, die zijn verdeeld over gewoon eigenlijk alle politieke groeperingen en dan nog wat lokale groeperingen. En dat betekent uiteindelijk dat het een enorm gefragmenteerd landschap is. Ja. Waarbinnen, ja, en dan kom je toch denk ik ook wel bij die waterschapscultuur uit. Je zoekt naar consensus. En dat is polderen. En dat is inmiddels natuurlijk een fenomeen bij ons in Nederland, het polderlandschap. Maar was het daar nog niet heel erg stroperig? Besluitvorming? Niet per definitie stroperig, maar je zoekt wel dat de snelheid er niet altijd in zit. En dat het moeilijk is om alle verschillen precies te ondervangen in dat voorstel. En dan zie je dan uiteindelijk de uitkomst daarvan is dat dat dagelijks bestuur dan toch wel vrij veel macht heeft. Niet zozeer formeel, maar wel informeel, gewoon omdat zij uiteindelijk op een meerderheid kan steunen. Annemieke, zou dat anders moeten? Ja, wat je ziet is dat heel veel, met name de kleinere fracties, moeite hebben om die complexiteit elke keer maar te doorgronden. En zeker als het over dit soort grote bedragen gaat. En het kritisch vermogen in het algemeen bestuur, dat is wat aan de lage kant. Men is eigenlijk doorgaans te volgzaam. Het wordt voorgesteld vanuit het college, dan zal het wel goed zijn. Laten we er maar mee instemmen. Maar nou ja. Ja, we hadden daar een paar weken geleden denk ik wel een tekenend voorbeeld van. Het ging over een gemaal te realiseren in Tricht. En een dag voordat het algemeen bestuur bijeenkwam en daar een besluit over zou nemen, stond het al in de krant dat het gemaal er zou komen. En werd er zelfs een interview afgedrukt van de baron. Die aangaf dat het heel goed uiteindelijk praten was geweest met het waterschap. Als dat op gemeentelijk niveau zou gebeuren, dan had die wethouder echt wel een probleem. Ja, kijk, ik vind dat er ruimte moet zijn voor fouten. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt door mensen. Dat vind ik op zich niet zozeer een probleem. Mm-hmm. Waar mijn probleem zat, is dat er maar één persbericht klaar lag. En er lag geen persbericht klaar dat het algemeen bestuur het had afgekeurd, het voorstel. Of er lag geen persbericht klaar dat het algemeen bestuur een aantal voorstellen had. Hoe kun je dat doorbreken? Of hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is een hele taaie opgave. Ik zelf prijs me gelukkig dat ik in ieder geval vanuit het algemeen bestuur de laatste paar maanden het mandaat mee heb gekregen om een commissie te initiëren met een aantal andere mensen. We hebben met elkaar gesproken over bestuurlijke vernieuwing. Daar willen wij echt wel energie in steken, maar dan ben je toch ook afhankelijk uiteindelijk van het nieuwe bestuur. Dus als oud bestuur geven wij straks een heel advies mee aan het nieuwe bestuur, hoe het anders kan, hoe het beter kan. En dan gaat het met name natuurlijk over een waterschap dat er honderden jaren bestaat, waar vaak de tendens is, zo doen we het altijd, zo hebben we het altijd gedaan, het werkt zo prima. Maar een waterschap dat langzaam transformeert naar een klimaatschap, en deze week stond natuurlijk een heel mooi artikel in het Financieel Dagblad notabene. Dat vereist misschien dat je als bestuur ook nadenkt over hoe je wilt besturen voor de toekomst. Dus dat je nadenkt over opgaven waarvan je nu nog niet weet hoe groot dat die zijn, hoe er die precies uitzien. Maar hoe ga je er nou als bestuur mee om? Nou, dan is wat mij betreft het antwoord, zo hebben we dus altijd gedaan, zo komt het wel goed, niet het passende antwoord. Nee. Maar er ligt dus heel veel op het bordje van het nieuwe bestuur en dat besluit uiteindelijk hoe het samen wil gaan besturen. Dat doet niet het oude bestuur. Ga ik weer even terug naar een vorige aflevering. Twee heren van de SGP hier, Goos den Hartog, heemraad, ook voor het waterschap Rivierenland. Man had een fantastisch verhaal. Ik zou als kijker, als leek zijnde, zeggen, normen en waarden, prima. Vakkundige man, ga ik op stemmen. Waarom zou ik dat niet doen en waarom zou ik dat wel doen op de VVD? Ik denk dat de VVD wat scherper in de discussie zit. Wat strakker in de noodzaak voor het maken van keuzes. Weten dat de portemonnee uiteindelijk maar één keer getrokken kan worden. Die euro, die gaan wij slechts aan een aantal onderwerpen uitgeven. Je kunt niet alles wat op dit moment op ons bordje ligt ook met die ene euro gefinancierd krijgen. Dat vereist keuzes maken. Wij als VVD, en daar denk ik ook uiteindelijk met de SGP op dezelfde richting zitten, willen gewoon de wereld waar we nu leven schoon overgeven aan een nieuwe generatie. Alleen hoe je dat voor elkaar krijgt, hoe je dat realiseert, daar denk ik dat we nog wel zo sterk van mening over kunnen verschillen met elkaar. Jij bent niet, zeg maar, de kandidaat als het gaat om het heemraadschap? Nee. Waarom niet? Persoonlijk, ik ben nog vrij jong. Ik heb een hele goede baan. Vind de combinatie met name ontzettend interessant. Dus ik werk bij een hele grote internationale verzekeraar in Den Haag. Heb hiervoor jarenlang gewerkt aan de Zuidas als advocaat. Wil dat graag combineren met iets waar ik kan bijdragen aan de maatschappij. Maar die combinatie vind ik op dit moment heel erg prettig. Het kiezen nu voor Tiel in het openbaar bestuur, dat is wat mij betreft nog in ieder geval iets te vroeg. En jouw persoonlijke ambities, Annemieke? Nou, ik heb daar zeker interesse in.
Maar goed, alles hangt natuurlijk ook gewoon af van de coalitie waarin we dadelijk terecht zouden komen. En de portefeuilleverdeling, maar vooral ook kunnen we dadelijk een bestuur smeden wat voldoende visionair is. Wat echt bereid is om ten principale die discussie te voeren over wat kun je nou wel nog doen en wat kun je niet doen en wat moet je doen. En nou, die discussie is de laatste jaren nog onvoldoende gevormd. En dat is voor ons wel een hele belangrijke uitdaging die voor ons ligt. En je had het net over normen en waarden. Nou ja, die hebben we hier op tafel staan. Hè? Ja. Dit is ons kompas. Wij zeggen droge voeten en schoon water. Voor nu en in de toekomst. Dat symboliseren we met deze laarsjes die we nu in de campagne ook overal mee naartoe slepen. Erg leuk om ze steeds terug te laten komen. Maar dat laat wel zien, we zitten hier niet voor een periode van 2-3 jaar. Want in een periode van 2-3 jaar kun je ook zo'n 500 miljard schuld nog wel overzien. Want met deze rente is dat nog te doen. Maar als die rente straks gaat stijgen en je moet ooit gaan terugbetalen. En wil je dan dat toekomstige generaties dat gaan doen? Of pakken we nu de pijn en de verantwoordelijkheid voor de opgave waar we nu voor staan? Andries? Ja, ja, mijn verhaal. Ik heb het interview een paar weken geleden gegeven aan de Gelderlander. Ik denk dat wij inmiddels genoodzaakt zijn om echt principiële keuzes met elkaar te gaan maken. En dat betekent, en dat noem ik dan maar een integrale visie, dat je niet vanuit de portefeuille kunt redeneren. Dit is mijn portefeuille, dat is jouw portefeuille en dat ga je realiseren en dat ga ik realiseren. Het hangt met elkaar samen. En dat betekent dat je misschien een maatregel een paar jaar later pas kunt invoeren, omdat het geld heel hard nodig is voor een andere opgave. Ik kwam net te spreken over dat gemaal in Tricht. Persoonlijk vond ik dat het niet voldoende gemotiveerd was. Het had bijvoorbeeld niet in zich dat dat zoetwater zouden gaan bergen in een soort retentiegebied. Het had niet in zich dat we al lang en breed hebben geïnvesteerd in mobiele pompen, omdat je voor hoosbuien niet het hele systeem, het hele gebied kunt inrichten. Dus je moet daar denk ik op een andere manier mee omgaan. Maar uiteindelijk was het een voorstel van pak een beet 10 miljoen euro. Als je weet dat wij 11 miljoen euro op dit moment willen uitgeven aan dijkversterking en dat die 11 miljoen euro niet voldoende is en dat op dit moment een discussie gaande is met de minister, hoe gaan we dit dus gefinancierd krijgen, had je misschien ook kunnen overwegen om die 10 miljoen euro te kunnen besteden aan de dijkversterkingsopgave en over een paar jaar pas de pompen die nu nog wel een paar jaar mee kunnen te vervangen daarin in Tricht. Dus dat zijn denk ik fundamentele keuzes die je met elkaar kunt maken. In ieder geval laten we het gesprek erover hebben. Ja, nou, dit was in ieder geval een hartstikke duidelijk verhaal wat jullie gehouden hebben. Het is nog een aantal dagen na de verkiezingen toe. Wat kunnen mensen nog verwachten van die VVD als het gaat om het waterschap? Nou, als het gaat over campagne voeren, laten wij flink van ons horen. Wij hebben een waanzinnig mooie boerenborrel gehad met Jan Huytema, nummer 2 op de lijst voor de Europese verkiezing. Ik had zelf een aftrap met de lijsttrekker zelf voor de Europese verkiezingen. Nou, dat is dan ver van het bed. Maar een ander voorbeeld is dat wij een eerste Nederlandse competitie frietjes snijden hebben georganiseerd. Om tot uitdruk te brengen dat wij ook zien het belang van de agrarische belangen. De aardappel in die zin. Schoon water is gewoon belangrijk voor onze voedselvoorziening. En daarom hebben we afgelopen zaterdag dat NK frietjes snijden georganiseerd. Nou, voor die laatste dagen gaan jullie daar veel succes bij wensen. En bedankt voor jullie komst. Dankjewel. In het koetshuis nu te gast Robert van Galen. Robert, van harte welkom. De provinciale statenverkiezingen, ze komen eraan. Wordt het spannend? Natuurlijk wordt het spannend. Verkiezingen zijn altijd spannend, want bij iedere verkiezingen heb je winnaars en verliezers. En na de uitslag moeten de kaarten in het provinciehuis opnieuw geschud worden. Kun je nog eens uitleggen, hè? Want je hebt provincie, dat is 1, maar die stemmen dus ook voor de Eerste Kamer. En daarmee wordt het een landelijk thema. Hoe zit dat? Dat klopt. De statenleden die gekozen worden, en dat zijn er in Gelderland 75, die kiezen met alle andere statenleden van de andere provincies de Eerste Kamer. Dus je hebt ook een kandidatenlijst voor de Eerste Kamer voor iedere partij. En ja, dan wordt het dus heel spannend, want de verhoudingen in de provincies die gaan straks bepalen hoe de verhoudingen in de Eerste Kamer liggen. En de Eerste Kamer, dat weten we allemaal, controleert, toetst op wetgeving zoals die vanuit de Tweede Kamer komt. Dus uiteindelijk is de stem die nu wordt uitgebracht voor Provinciale Staten echt van invloed op de landelijke politiek. En dat zie je nu ook, want landelijke politici maken zich erg druk
voeren volop campagne, en laten ze overal zien. Nu heeft de huidige regering nog een meerderheid in die Eerste Kamer. Zeker. En het zou zo met de andere kant. Ja, alle voorspellingen zijn dat de regering zijn meerderheid in de Eerste Kamer zou kunnen gaan verliezen. En dat betekent dat ze de meerderheid in de Tweede Kamer houden. Maar om wetsvoorstellen door de Eerste Kamer te krijgen, dat ze met de oppositie zullen moeten gaan onderhandelen over de inhoud van dat soort wetsvoorstellen. Dus het wordt voor het kabinet wat moeilijker wellicht. Maar het wordt voor de democratische besluitvorming vooral interessanter. Want dan moet je op zoek naar nieuwe meerderheden. Maar ja, zover is het nog niet. Burgers eerst aan zet. En ik zeg daar iets over. Want bij de landelijke verkiezingen ligt de opkomst zo rond de 75%. Als je kijkt naar provinciale statenverkiezingen haal je soms de 50% niet. Terwijl het effect daarvan in Den Haag eigenlijk net zo groot is als voor Tweede Kamerverkiezingen. Dus mijn stelling is, ga ook voor de Provinciale Staten stemmen. En niet alleen voor wat er in Den Haag gebeurt, maar ook omdat er heel veel lokaal gebeurt waar de provincie invloed op heeft. En ook voor Rivierenland is het belangrijk dat je je stem laat horen, simpel genoeg. Zeker. Die stem van Rivierenland, hè? Hoe zit dat nou eigenlijk in Arnhem? Want daar zit de provincie. Nou, wat je ziet op dit moment, iedereen heeft de kandidatenlijsten thuis gekregen en daar staan zo'n 423 kandidaten op. En 6 ervan komen uit Tiel. Nou, als je dat vergelijkt met het aantal inwoners, dan is Tiel een beetje ondervertegenwoordigd. Dus wil je het geluid uit Rivierenland laten horen, dan is mijn dringende advies, stem op iemand die uit dit gebied komt. En desnoods alleen uit Tiel, als je een inwoner van Tiel bent. Er zijn geschikte kandidaten op die lijsten. Sommigen zijn lijstduwer, anderen staan echt op een prominente plek. Nou, laat ik jou een voorbeeld geven, Rini. Als je kijkt naar de Partij van de Arbeid in Tiel, dan hebben die Dave Verbeek, een jonge gast, een jonge kerel, enthousiast, betrokken. Die ook heeft zijn sporen ook wel verdiend. Heeft zijn sporen in de Tielse gemeenteraad verdiend. Nou, voor de VVD is dat Mark Smits, die staat op plaats 6. Dat zijn twee totaal verschillende partijen met een totaal verschillend geluid. Wil je op een van die twee partijen stemmen, stem dan op deze jonge ondernemende mensen die hun sporen in de Tielse verdiend hebben en ook kunnen vertalen wat er in Rivierenland speelt. D66 vertegenwoordigd met Laurens Verspuijen, ja, die staat daar als lijstduwer? Die staat daar echt als lijstduwer op plaats 40. Dus ja, daar ga ik niet van uit dat zo iemand uit voorkeurstemmen gekozen zou kunnen. Zou zomaar kunnen. GroenLinks staat er met Unal Seuze, huidig raadslid, die staat op plaats 44. En dan heb ik ook nog Anton van Straten van 50+. En die was kandidaat raadslid voor Tiel, voor Krachtig Tiel. Dus er is een complete vertegenwoordiging uit de Tielse. En iemand die ik zeker niet moet vergeten is Jolande Soetevlag voor de ChristenUnie. Dus weet je, het zijn allemaal wel mensen die hun sporen in de Tielse politiek verdiend hebben, die nu op die provinciale lijsten staan. Als lijstduwer en soms ook op een verkiesbare plaats. En mijn stelling is, maakt niet uit welke partij je kiest. Stem. Stem. En stem dan, als je in deze regio woont, ook op iemand die deze regio echt kent. Want dat wil je graag. Kijk, de provincie is toch een grote provincie met verschillende gebieden. Hè? De Veluwe, de Achterhoek, de Liemers, Rivierenland. Nou, het Rivierenlandse geluid mag wel wat steviger doorklinken in de provincie. Je hebt het al vaker gezegd. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van mensen. Zeker. Maar die programma's die zijn wel van belang. Waar staan die partijen voor? Kunnen we nog ergens terugvinden? Ja, zeker. Kijk, misschien eerst even zeggen dat er echt wat te kiezen valt op dit moment. Hè? Want mensen hebben vaak het idee van, ja, de provincie ver weg, waar gaat het over? Maar laat ik eens een paar onderwerpen noemen waar zij het over hebben. Over het vervoer in de regio. Nou, de discussie over de A15 en de spoorverbinding. Openbaar hartstikke vervoer, actueel, ja. Openbaar vervoer. De inrichting van bedrijventerreinen, nieuwe bedrijventerreinen. Willen we dat? Plaatsing van zonnepanelen in weilanden, windmolens plaatsen. Allemaal zaken van de provincie. Een klimaatvraagstuk. Klimaatvraagstuk, wat er volop is. Dus werkgelegenheidsvraagstuk. Een heel belangrijk onderwerp waar de provincie zich mee bezighoudt is woningbouw, waar nieuwe woningen. We weten allemaal hoe krap de woningmarkt is. Nou, de partijen die daar zijn, denken daar echt verschillend over. En deze onderwerpen komen ook allemaal aan de orde in de kieswijze van Omroep Gelderland. Een groot aantal vragen over hele pragmatische onderwerpen. Zonnepanelen, windmolens, vervoer. En dan kun je je daardoor laten
leiden, helpen om je stem te bepalen. Dus ja, samengevat Rini, ga stemmen, stem op een lokale kandidaat en die zijn er in Tiel genoeg. En verdiep je even in de onderwerpen die voor deze regio echt van belang zijn. Oké, helder. Tot slot, even kort. De Tielse politiek, het is een tijdje al een beetje stil. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Er gebeurt niks. Ik kijk naar die commissieagenda's, hè, want ik ben niet voor niks de raadswatcher. Maar ik kan nou echt nauwelijks iets eruit halen waarvan je denkt van, goh, dit is nou een interessant onderwerp voor de samenleving op dit moment. En ik vind het vreemd, want de coalitie nou, zit... Nou, zou toch zorgen baren? Ik bedoel, inderdaad zorgen. Eigenlijk staat hier nog steeds in brand, hè? De coalitie die zit er. Je verwacht dan de eerste echte inhoudelijke voorstellen. Maar je mag niet alleen aan de coalitie wijzen. Ik vind ook dat de oppositie, D66, GroenLinks, echt ruim de mogelijkheid hebben om met initiatiefvoorstellen te komen. Staat Tiel nog in brand? Ja, we zijn allemaal nog in afwachting van de voorstellen die er komen in het kader van de zeer noodzakelijke bezuinigingsoperatie. Want de gemeente moet zijn financiën op orde krijgen. Nou, de verwachting is dat dat pas in mei verschijnt. En dan hoop ik wat meer zicht te krijgen op hoe de ontwikkelingen in Tiel de komende jaren zich zullen uitrollen. Helder, blijven we in ieder geval volgen in jouw persoon. Zeker. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.